Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En ja, ik kan het spel eindelijk spelen. De nieuwe FIFA 21. Ik ga ook een nieuwe serie starten in deze FIFA 21 carrière mode. Laatste updates downloaden. Naam doen we Jarne. We moeten natuurlijk een team kiezen. En ik weet al welk team ik ga nemen. Vorig jaar had ik een carrière mode met Gent. Het jaar daarvoor deed ik met Genk. Ik ben van plan om dit jaar weer terug met Genk te doen. Laten we gaan beginnen. Er zijn heel wat nieuwe dingen toegevoegd bij de FIFA 21 carrière mode. Vooral bij het simuleren. Dat je ook zelfs tijdens de simulatie kan inspringen. We gaan voor het toernooi met het meeste geld. Daar hebben we toch een van de betere teams uit België. Oh ja, dat zijn trainingen. Die simuleer ik het liefst. Al het hele trainingssysteem is ook allemaal veranderd. Ik heb nog geen idee hoe het allemaal in elkaar zit. Maar dat gaan we wel in deze carrière mode ontdekken. We gaan gewoon naar kalender. En dan simuleren we gewoon tot hier zo. Oh ja, nu gaan we naar persconferentie. Dit is allemaal in het Frans. Of ja, de voices zijn allemaal in het Frans, maar de tekst is gelukkig in Nederlands. We moeten leren van onze fouten. We willen alles winnen. De eerste wedstrijd is tegen Moes Groen. Moeten we al winnen. Ik ga ook even wat spelers gaan aankopen. Aster Franks, speler van KV Mechelen. Ja, hij is nog een speler met veel potentie. Ik had ook nog een andere speler, alleen ik weet zijn naam even niet meer. Dus dit is de speler die ik nog wil misschien halen. Silas Wamangituka of zoiets. Waarschijnlijk heb ik zijn naam helemaal verkeerd uitgesproken. Maar hij is nog een spits die goed kan groeien. En eerst proberen om Aster Franks te halen. Ik ga beginnen met 2 miljoen. Hopelijk gaan ze daarmee akkoord. Anders ga ik wel voor 2,2 miljoen. Doen. 2,3 miljoen is ook goed. Salaris is ook goed genoeg. De reden dat ik hem wil halen is hij nog best veel kill moves. Ik ga proberen met 3 miljoen. Daar gaan ze boos om. Blijkbaar is hij meer waard. Ik kan in deze wedstrijd nog geen echte wedstrijd spelen. Maar dit was het dan voor de eerste aflevering. Was misschien wat kort. Maar in de eerste aflevering wil ik wat gewoon de carrière mode opstellen. En pas in de tweede aflevering wil ik echt beginnen aan het seizoen. Dus laat ook even weten welke spelers ik moet gaan kopen. En dan zie ik je terug. En volgende video van de carrière mode.